Ik geef het toe. Ik heb inmiddels de leeftijd dat ik het wel aangenaam vind om bij het doorbladeren van de zaterdagkranten Radio 1 aan te hebben. En zodra daar een aardig onderwerp voorbij komt, schakelt mijn krantenlezen als vanzelf in de scanstand. Dan luister ik. Tijdje geleden was dat weer eens het geval. Op de radio is een zelfgenoegzame boekenrecensent enthousiast aan het vertellen welke boeken ze voor de luisteraars de moeite waard vindt. Of eigenlijk, ze heeft haar keuze gemaakt uit de stapel boeken die de kapitaalkrachtige uitgevers haar deze week weer hebben opgestuurd in de hoop op een beetje media-aandacht. Ik luister met gepaste aandacht naar het gezellige gekeuvel. En ineens zegt de presentator: we moeten je onderbreken, want er is nieuws uit Korea. En dan word ik gelijk scherp. Nieuws uit Korea, wat kan dat zijn? Is het geannexeerd, gebombardeerd, opgeheven, in zee gezakt, nieuwe naam, gekocht door de persgroep of door John de Mol? Ik bereid me op het ergste voor. Er wordt overgeschakeld naar een mannenstem die met veel bombardie vertelt dat ze in Korea met een wedstrijd bezig zijn. Wie het eerste bij het eindpunt is. Of het gaat om fietsen, schaatsen of hardlopen kan ik niet verstaan, maar ik denk alleen maar, wat maakt mij dat uit? De stemverheffing neemt toe. In de apotheose wordt ons toegeschreeuwd dat iemand waar ik nog nooit van heb gehoord een honderdste seconde sneller is dan iemand van wie ik ook nog nooit heb gehoord. Dan kan ik alleen maar denken, sporten is een vak. Gewoon een beroep. Daar kun je veel geld mee verdienen. En dat zijn die mensen in Korea aan het doen. Laat mij daar alsjeblieft buiten. Maar dat gaat dus niet. Omdat het bij een sport vooral gaat om alles zo snel mogelijk te doen, bestaan er ook sportverslaggevers. Want als je al zit te kijken, dan moet iemand je wel uitleggen waarna je zit te kijken. En dat gaat altijd gepaard met stemverheffing. Ook sportcommentator zijn is een beroep. Weliswaar een afgeleid beroep, maar een beroep. Ik herinner me een doelpunt van een zekere Dennis Bergkamp alleen maar door de toenmalige commentator van dienst. Die vatte de kennelijk bijzondere sportieve actie samen met de woorden: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, oh Dennis Bergkamp, en dan nog een keer of 25. En dan heb je het over voetbal. Ook een beroep. Een beroep waarbij je 1 dag per week moet werken. Nou ja, dag. Voor een voetballer duurt een werkdag 1,5 uur. Op zondagmiddag. En soms komt daar een woensdagavond bij. Dan hebben ze een arbeidsweek van 3 uur. En hoeven ze verder alleen hun conditie nog een beetje bij te houden. Anders zouden ze op hun eerste werkdag die week gelijk al omvallen. Als een sporter zich met zijn of haar beroep bezighoudt, moeten daar radioprogramma's voor onderbroken worden. Dat is bij geen enkel ander beroep het geval. Terwijl ik bij een heleboel beroepen best wel cruciale momenten kan voorstellen die breed gedeeld zouden kunnen worden. We schakelen even over naar Hengelo, Overijssel, want in de werkplaats van Garage Lubbers hebben ze een auto onder handen gehad die niets meer deed. Maar de daartoe geschoolde monteur heeft een onderdeel vervangen en staat op het punt de contactsleutel om te draaien. Zou die starten? Ja, ook zo'n moment waar je een programma voor kan onderbreken. Als John de Mol zijn handtekening zet onder een contract waarmee hij bijvoorbeeld 2 autistische knikkerbroertjes veel geld kan laten verdienen, omdat hij heeft laten bedenken hoe je een tv-programma over knikkeren kunt maken met optimale gebruikmaking van de succesvol gebleken ideeën van de 2 broers. En nee hoor, grapje. Dat zou John de Mol namelijk nooit doen. John de Mol zijn is een beroep op zich. En de enige die voor dat beroep in aanmerking komt, is John de Mol zelf. En die gaat echt niet serieus met rechten om. Is er iemand die meent dat John de Mol met de erven van George Orwell overeen is gekomen dat hij van Orwells boek getiteld 1984... het idee van Big Brother is Watching You mocht omsmelten voor een televisieformat? Zo is John niet. Die zal zeggen dat het boek is uit 1948, toen had je nog geen televisie. En trouwens, Orwell is een pseudoniem. Dus waar hebben we het over? Of neem The Voice. Zoals bij alle talentenjachten is het kernidee van The Voice dat er schaamteloos gebruik gemaakt mag worden van onbekende amateurs die zo graag op de televisie willen dat ze elke week wel in het Mediapark willen komen opdraven om daar een lelijk liedje te gaan zingen. Het enige wat The Voice onderscheidt van alle andere talentenjachten is de draaistoel. En de draaistoel uit de context halen is geen uitvinding van John de Mol. Dat is een uitvinding van de vrouw die zaterdag 88 zou zijn geworden als ze niet was overleden. Mijn moeder. Als iemand de woonkamer binnenkwam en vroeg: waar wil je me hebben? Waarmee bedoeld werd: waar zal ik plaatsnemen? Op de bank, op een stoel of op poef of een krukje? Dan zei mijn moeder altijd: ga maar op je duim zitten, dan heb je een draaistoel. Heeft John de Mol mijn moeder ooit laten meedelen in de miljoenenopbrengst van The Voice? Ben je gek? Ik ga het achteraf ook niet claimen. Ik weet precies wat hij gaat zeggen. Toen jouw moeder dat altijd zei,
wat ik nog een klein molletje. Ik pies er nog in mijn broek, dus waar hebben we het over? Een redenering waarvoor ze wat mij betreft best radioprogramma's zouden mogen onderbreken. Waarvan acte.